Jensen in de ochtend presenteert... Telefoon! Woensdagochtend! En de stijve telefoon terug. En dit is een heftige. Ja. Ik heb een hele heftige hier. Ja. Want een van de grappigste dingen natuurlijk, als mensen in een buurt wonen, voor de veiligheid, dan sturen dan gaan ze zo onderling, hebben ze een soort van buurtwacht. Hè? Ja. Dat stellen ze dan in werking. En Jan, jij belde mensen op in de buurt. Ik vond als nieuwe bewoner in de buurt, zeg maar, dat het een beetje onveilig was. Dus ik wil een buurtwacht instellen. Moet dat gedaan worden. Maar buurtwachten worden natuurlijk meestal in gang gezet. In zo'n vergadering. Ja. En dan komen ze allemaal bij elkaar. En dan een soort van consensus van hoe dat moet gaan verlopen. Ja, maar niet één iemand die dat zet op te dringen, de buurtwacht. Ik ben hier niet van de consensus in dit telefoongesprek. Nee. De buurtwacht, telefoonterreur. Here we go. Dag meneer, goeiedag. Met de Jong spreekt u. Hallo, goedemiddag. Hi. Een verontruste buurtgenoot even aan de telefoon. Ja? Ja, ik bel iedereen even op in de buurt. Dat we een plannetje hebben gemaakt met een paar mensen om de veiligheid in de buurt wat te gaan verbeteren. Ja? Ik woon ongeveer een half jaar in de buurt hier bij u. En ik vind het gewoon één grote rotzooi. Een agenebische troep en de politie doet er niks aan. En ik heb besloten het heft in eigen handen te nemen. Vanaf maandag gaat er een ingrijpende verandering plaatsvinden in de buurt. Ik ga vanaf maandag langskomen met de jongens. En dan gaan we buurtpatrouille doen, een buurtwacht. Kijken of de buurt zo veilig wordt, want zo kan het niet langer. We pikken het niet meer hier. Ben je een nieuwe bewoner? Ja, sinds een half jaar, zeg maar. En ik schrok een beetje van... mij was een beetje een rustige woning beloofd, maar... Ja. Nou, ik zal u wel vertellen... Ik woon hier nu al meer dan 10 jaar. Ja, en? Maar er zijn al verschillende dingen geweest en de jongens hier trekken zich allemaal geen ene reet ervan aan. Wat zijn dat voor jongens dan? Ja, die wonen hier ook gewoon in de straat. Ja. Ik heb de moed opgegeven. Ik heb gewoon zoiets, ik bemoei me er niet meer mee. Zolang ze niet meer in mijn tuin komen. Ja. Is dat gebeurd dan? Ja, dat is gebeurd. Ik had ze gewoon in mijn tuin staan. Ze trapt mijn hele bloemen kapot. Nou. Aan de voorkant hebben ze knikkers in de ramen dan gegooid. En ze trekt ze echt. En dan loop ik erin en dan waarschuw ik erin. En ik ben soms heel kwaad dat ik zeg van, jongen, ik trap je in elkaar, weet je wel. Heeft u wel eens geweld gebruikt tegen ze? Niet echt. Nee, dat gaan wij dus wel doen. Dat gaan wij dus wel doen, hè, vanaf maandag. Wij slaan er gelijk op los. Ja, bij ons is de maat vol. Er zitten wat mensen bij die hebben ook een wapenvergunning. Ja. En die knallen gelijk die gasten neer. Wij hebben echt gezegd tot hier niet verder. Ja, zulke dingen moet je niet doen. Jawel, ja, wij zijn het spuugzat hoor. Ja. Want dit tikken we niet. We nemen gewoon het recht in eigen hand. Kijk, en het zijn echt wel aardige jongens die ik bij me heb in principe hoor. Er hebben er weliswaar een paar vastgezeten. En ik heb bij de gemeente wat subsidie aangevraagd om deze mensen aan de bal te houden. En van het geld hebben we wat kapmessen gekocht, wat bijlen en wat gereedschap, zeg maar. Ik weet het niet hoor. Ik weet niet of ik daar achter kan staan hoor. Ik bedoel, nou ja, daar bel ik ook gelijk eventjes voor. Want er zijn wat kosten aan verbonden. De jongens hebben een achttal uniformen gekocht. Ja. En die moeten toch per hoofd verdeeld worden over de kosten en over de bevolking. Dat kost zeg maar een goede 110 euro de maand. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, die wou ik dan bij u opkomen halen. Dat kan natuurlijk niet. Ja. Want ik doe het ook voor u natuurlijk. Ja, nou, dan zeg ik later dan maar. Ja, dat is nu te laat. Nee, want ik ben eigenlijk tegen dat soort geweld. Ja, u laat liever over u heen lopen. Helemaal niet. U bent gewoon een slapjaar eigenlijk. Nee, hoe kom je daar nou bij, man? Is het mogelijk dat wij dit weekend bij u een voordeursleutel ophalen? Helemaal niet, hoezo? Want dan kunnen we even, als u er niet bent, kunnen we toch eventjes bij ons bij u verzamelen. Nee, dan, nee dat doen we helemaal niet, jongen. Waarom niet? Daarom niet. Ik teken daarvoor hoor, maakt u zich geen zorgen. Nee, u krijgt hem weer terug, maar dan kunnen gewoon de jongens een duplicaat maken. Ik heb hier helemaal geen belang meer voor het geval u niet bent, kunnen ze toch even in de woning. En... Ja, mooi. Ja, dat moet wel. Zeg, als u niet mee gaat werken, dan moet ik de jongens op u afsturen. Want Jezus. Ik hoop dat je een verzakking krijgt. Zo dan je toch op, idioot. Wat is dit voor waanzin? Om zo tegen me tekeer te gaan. Geef eens eventjes een kopie van de voordeursleutel als ik langskom vandaag of morgen. Dan kom ik met die jongens bij u langs. Jongen, als je niet oppast, dan kom ik even bij jou met die jongens. Zeikert. Eerst een grote mond over de jongens van het markt. Ga maar op. Ah, jongen, krijg toch het heen en weer, man. Dikke dwaas dat je er bent. Kan we je nou terug? Nee, ja, ik ben gewoon helemaal Jan verbaasd. Lul. Wat? Dikke Jan Lul. Wat is dit voor een taalgebruik? Precies wat je hoort, dikke mogol. Als ik achterkom wie of jij bent, hè, dan pak ik jou wel even. Nee, meneer, luister nou eventjes. Ik ben alleen voor de buurt. Ik probeer de buurt te beschermen. En graag een beetje normaal tegen me. Sodemiet erop, stomme hoer dat je er bent. Oh, niet nog een keer. Ja? Ja, meneer, bedankt met de Jong nog even. Ik heb besloten even aangifte tegen u te doen. U heeft me uitgescholden. U heeft me uitgescholden. U maakt me uit voor alles wat mooi en lelijk is. Dan ben jij toch een lul, joh. Terwijl ik het enige wat ik wil... Lul. Terwijl het enige wat ik wil is... Terwijl het enige wat ik wil is een veilige buurt. Het enige wat ik wil, meneer Gerrit, is een veilige buurt. Voor u, voor mij, voor alle inwoners van deze stad. En omdat ik een beetje burgerzin heb, is het enige wat u kunt zeggen, dit drieletterige woord. U zou uw ogen uit uw kop moeten schamen.
Amsterdam, weet u dat? U bent het niet waard een inwoner van Zwolle te zijn. Een achterlijke lul die te laf is om hier te komen. Stond kop.